Easy. Lekker. Oh, lekker hier. Gaan. Ik had er blijkbaar 5 op zak. Als nee, je die zombies killde. Ja, maar ik wacht gewoon, dus ik wist het al. We hebben wel gecarried, man. Ja, dit is het concept carry, werkt wel, dat is goed. Hey! We zijn nu afgeleid. Hoi. Wat was dit hem? Dat was de intro. Okay. Leuk dat jullie weer zijn. Ja, we zijn er nog steeds, man. In die Call of Duty Vanguard weken. Hij is uit en daar maken we gewoon gretig gebruik van. De hele vandaag week. Gaan we het weer spelen. Zombies gaan we doen vandaag. Ja, ja, dat ik is heb wel een mooie game mode. Gaan we niet alleen doen met special guest, maar eerst wil ik even laten zien dat hij er nog steeds staat. Dus hij is nog niet weggegeven. Hou alle video's in de gaten, want in elke video komt een woordje tevoorschijn. Eén woord. Ja, al die video's zijn er niet geweest, dus hij kan ook niet weggegeven zijn. Nee, precies. Dan moet je 4 video's voor kijken die de aankomende dagen online komen. En daar moet je een zin van maken. Die moet je dan opsturen naar Let's of Gaming via de DM, wat voor zin het is geworden. Ja, ik ben benieuwd wie de special guests zijn vandaag. Ik ook wel. Zullen ze hem even bijroepen? Ik denk dat we ze even bij gaan halen, dames en heren. De special guest van vandaag. In 3, 2, 1. Is het lekker, bro? Let's go. Met jou ook? Ja, lekker, man. Kijk eens. What's up, bro? Nou, dit zijn dan eigenlijk niet de teams die tegen elkaar gaan strijden. Wij zijn één geheel team. Ja, we gaan het spieren. Eén team, één taak. We gaan doen. Wat is jouw ervaring met shooters? Ik hoor dat we zombies... Groot zombies fan ben jij, hè? Nee, man. Jij bent bang. Jij bent te bang, hè? Ik raak zeg maar in paniek als er poppetjes of mensen achter me aanrennen, bro. Ja, dan wordt het, ik ben heel benieuwd. Laten we het gaan checken dan. Is goed. Let's go, we gaan spelen, mensen. Zin in. Oké, okay boys, daar zitten we dan. Der Anfang heet de map dit leuk, jaar. Leuk. Dat betekent? De aanvang. In het Duits dan, hè? Ja, dat is mooi. Nee, we gaan zo meteen spelen tot de 5 waves. Als we die hebben gehaald, dan moeten we X fillen. En als dat lukt, dan hebben we het gehaald. Dan hebben we eigenlijk als echte Call of Duty pros hebben deze noobs een beetje gecarried. Precies, en dat is de uitdaging van de regie, hè? Dat, daardoor zijn we uitgedaagd. De regie daagt ons altijd wel echt pittig uit. Oh, hoor. Jullie gaan ons carryen? Ja. We gaan jullie carryen. Ja, jullie zijn niet. Dat je ons kan carryen. Ik vind het lief. Bro, ik heb dat nodig in, dit, in deze game mode, man. Cool, ik carry je, bro. Hey, gooi hem aan, Enzo. Gooi hem aan. Voor mensen die zich afvragen waarom wij er zo koud uitzien, dan komt omdat we in de Eastern Front zitten. Kijk maar eens achter je. Kijk, dit is het. Goeie. Ja. Het is hier letterlijk echt fucking koud. Choose your weapons. Oké. Okay. Ojo. Let's go. Ik kruip in dat beeldscherm, maar met mijn hoofd naar voren. Ik begin met een stein. Ik ga voor die machine gun. Oh shit, ze zijn er al gewoon. Ik heb geen geld, ouw. Hey, op het begin is het toch altijd die strategie dat je gaat slaan, of wat? Ja, dan krijg je meer, meer punten. Dat je een melee kill maakt. Hey, hoe ga je... Ik ben wel minder bang dan vroeger, zie ik. Wacht maar. Ja, met al die studiolampen is het minder eng, hè? Ja. Zullen we hier doorheen? Ja, we kunnen een soort teleport kiezen en daar begint echt. Zullen jullie transmit gaan? Dan staan we dichtbij. Ja, we gaan met z'n allen. Oké, ik ben wel ready, man. Ik heb 125 bullets. Let's go. Maar dat is wel inderdaad wat Lief zegt. Normaal gesproken, als je dit thuis speelt en het is donker en je bent hierin gefocust, dan is het helemaal wel een beetje. Ja. En die zombies die schreeuwen. Ze slaan trouwens met het rondje. Wat is dit ding? Hallo, wat is die bal? Hallo! Schiet het! Moeten we dit beschermen? Oh, wat moet die? Die waves zijn niet eens heel. Oké, ze beginnen al te rennen. Oké, let's go, man. Spray party is begonnen. Wajo. Hey, ik vind het nu alweer leuk, zeg zombies, jongen. Wat is dit balletje? Waar gaat het heen? Wauw. Ik moet zeggen, die hitmarker. Die hitmarker blijft lekker hoor in de game. Hey, hij gaat ook met die PS5 best als je schiet. Hebben jullie dat ook? Dat zeg maar dat hij. Ja, man. Ik weet dat precies net niet helemaal gaat. En we gaan zien wie er als eerste down is, hè? Kom op. Degene die als eerste down is, is echt wel een kneus, hoor. Oei. Nu. Oei. Yo. Bezig. Oh, hey, boy. Zeg maar, hoe verder het balletje gaat, zeg maar, die cirkel, dat draait. Ja, die cirkel wordt steeds groter. Ja, die cirkel gaat met het balletje. Als je uit die cirkel gaat, ben je dan de lul? Denk het wel. Wil je het proberen? Nee. Hey, ze komen over de muur heen. Hey, maar sick, oh, shit. En je kan dus ook gewoon trolling knives oppakken. Wow. Wow. Bro. Oeh. Yo. Ik heb je in iemand trolling knife. Waar is die? Ik ben klaar om te trolling knife. Waar vind je hem? Ook zie je monitor. Pak hem. Let's go. Oh. Ja, die dingen die op de grond liggen, kan je dus oppakken met vierkantje. Dat zijn throwing knives, dat zijn granaten. Je hebt die monitor gegooid, ik schiet me dood. Oh, jij hebt hem gepakt? Ja, ik pak hem. Je hebt gewoon mijn monitor genakt.
zijn we hard aan het carry. Ik kan, doe eens op L1 R1, dan komt er ook wat. Ik doe het al even. Wow! Mijn! L1 R1? Ja, je krijgt iets. Oké, tot nu toe is het nog wat te doen, toch, boys? Ja, ja, dat gaat goed. Ja, hou dit vast dan. Welke wave zijn we? 3? Nee, 1. Nee, dit is 1. Hou dat hard op stapel. Ah, we moeten gewoon travelen. Zombie is ook een beetje satisfying of zo. Ja, ja, het is heel chill. Als je zeg maar van die hordes hebt, weet je nog dat je zeg maar gaat rennen zodat ze allemaal in één rijtje op elkaar lopen. Dat je machteloos bent. Allemaal af te knallen. Ja, maar dat is toch ook altijd een beetje de strategie met zombies. Dat je ze allemaal hordes hebt. Dat je hordes maakt van die goede rijen en van die looplijnen hebt. Dus, Hey, maar iedereen heeft ook een special, of niet? De R1 ja, die L1. L1 R1, ja, die is wel goed. Ik ga niet van die headshot. Oh, wow. Wat is dat? Yo, ik heb die nu gedaan. Ik weet niet. Ja, ik ook. Nou. Er liggen een paar van die longen op de grond. Ja, precies. Ik weet niet wat dit doet, maar oh shit, zombie achter mij. Oh, dat deed het dus. Wie durft eruit te gaan? Ja, dan ga je dood. Nee, dan zeg ik gewoon turn back, man. Ga eens uit wie jullie gaan. Oh, als je eruit gaat, gaat het ook proberen. Oh ja, turn back. Hé, hey, hier binnen in de schuur is feestje, jongens. Hey, instakill. Het is feest. Oh. Slaan. Laat die puntjes. Maar hij doet hier wat in deze kerk of zo. Hier. Ik denk dat zombies wel echt perfect spel is om gewoon even lekker je agressie eruit te knallen. Ik wou net zeggen, van, worden jullie ook agressief of ben ik de enige? Ja, ik heb serieus wel zin om gewoon... Ik merk nu al dat ik altijd een rare backtrack. Ja, ik zit met mijn tong, met mijn tong. Ik ga wel raar ook niet eens in mijn hand uit, denk ik. Dit is nog steeds wave 1? Dit is nog steeds wave 1. Ja, die wave is iets anders ingedeeld dan de normale zombies. Ja, je moet, maar zeg maar dat altijd met zombies. Je moet eerst even erachter komen wat nou precies zeg maar, het hele idee is van de... Rechtsbovenin zie je de wave staan. Daar is kaboom, ik wil kaboomen. Dan gaan ze allemaal dood. Ja. Ja. Op het begin konden we dus meerdere dingen kiezen. Hier is een portal, Ze komen eruit. Oh, hey, volgens mij moet er iemand bij die bal blijven om hem te... Duwen. Kan je zeg maar ook, je kan ook wapens kopen? Hey, we moeten bij die bal blijven en dan pas beweegt hij. Is dat zo? Hey. Ja, tenminste dat idee heb ik. Oh ja, man. Je hebt hem gelijk. Je moet zeg maar de bal begeleiden. Ja. Waar is die bal dan nu? Ja, die is nu weg. Oh, hier is hij. Hij is weg. Ja. Hij loopt nu. Je moet hem duwen. Waar naartoe? Hey, wat yo, hij kwam in mijn face. Hey, je spannen zombies gewoon uit de lucht. Hey, bro. Was jij dat? Ja, dan was ik bijna weg. Kijk. Hey, wat gebeurt er nou? Nummer 1 completed. And we did it! Yes! Boys! Let's go, Return boys. To Stalingrad! Easy, man. This is easy. Hey, hier kun je... Oh ja. Maar zeg maar iets. Boost regen speed. Nee, we moeten elke keer... Wat is dit? Ik weet niet, ik heb hem gewoon gekocht. Boost regen speed. Ik denk als ik gehit word, dan ik sneller weer... Oh, ja. Activate portal. Kijk, het gaan weer. Oké, okay, wave 2 denk ik dan. Ik weet niet wat je kan zien. Ik wil zien hoeveel geld ik heb. En hier kan je boost reload speed halen. Ja, je kan toch ook wapens kopen op een gegeven moment? De demon potion. Lekker drankje. Oh, hier ligt de speedkolen, ja. Oh, dat is wel cool. Lekker dan. Maar ik wil eigenlijk een nieuw wapen. Een shotgun. Deze was slecht. Oh, top hoor. Dus ze worden al wel sterker. Het wordt wel taaier al hoor. We hebben dit al een beetje onderschat. Headshot. Jongens, blijf vooral rustig, ja. Die reload speed heb je echt nodig. Oh, yo, ik was... Telt campen in zombie-modus? Apies! Ik heb nog niet. Het wordt nu pittiger, hoor. Boys. Ik heb geen ammo meer. Maar we doen iets niet goed. We zitten hier getrapped. Dat is niet de bedoeling. Ik heb geen ammo meer. Wat moet ik doen? Ik denk dat je door... We moeten toch op een gegeven moment door die deur heen of zo? Yo. Oh. En pak die dingen op de grond. Dat is sowieso belangrijk. Je throwing knife weer. Hier, boom. Het wordt best wel lastig nu, jongen. Hey, we doen iets niet goed! We moeten iets doen. Het wordt opgesloten. Ja, we moeten... Oh, je kan die troon naar voren gaan. Hoe ga je door die. Moet je niet door die gaat heen? Time until extracted. Ik denk dat ze serieus gewoon moet volhouden. Wat is dit? Bro, ik heb geen bullet. Oh ja, ja. Die tijd is dat time. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, hier, we hebben hier. Ja, dit was het al, man. Ja, was geen enkel stress, toch? Nee, joh. Je kan het nog upgraden. Wat is dit? Ja, ik denk dus dat je bij elke ronde zeg maar andere upgrades hebt. Want hier kon je reload dingen upgraden ofzo. Oh, je hebt van die oh ja. Maar dit was wave 2 al. Ja, we zitten nu in 3. Oh, maar dit is zeg maar steeds de home base. Ik heb nog steeds geen ammo. Ja, zullen we nu naar deze gaan? Hier wacht, wacht. Kijk eens even, kunnen we hier niet wat doen? Want zeg maar, we gaan nu elke keer dat ding in, maar kan je hier geen wapens kopen? Kan je hier niet iets maken? Hier, craft armor en equipment. Ja, dat bedoel ik. Dus hier kan je... Oh, maar daar heb ik niet genoeg voor. Oh, wacht, hier wel denk ik. Ik heb 700 punten. Je kan ook packer punten ergens, dat moet je echt doen. Oh, je hebt hier een kistje. Wow, ik doe een kistje open. Let's go. What? Let's go. Waar? Een kistje hier. Is het kistje. Aapje er nog steeds? Waar? Let's go. Hier weer kistje. Dat je dat aapje gooi, dat had hij wel. Ja, let's go man. Ik ga voor die laser, toch? Wacht. Ah, shit. Enzo, waar heb je de kist? Hier zo, bij mij. Je krijgt geen punten. Kijk op de map, met die vraagteken.
Yo, je hebt me geblest, man. MP40? Ik heb geen punten meer. Hier, doen jullie. Ik heb een MP40. Hé, hey, bedankt. Oh, hier. Bij het kistje. Zit er een van de Thundergun in of zo? Ja, als je de laser krijgt, bro, dan ben je echt geblest. Wie krijgt die pistool? Ja, dan ben je echt gewoon... Oh, gewoon... Ik doe het nog een keer. Hier, ik schiet erin, dat werkt. Let op, hè. Shotgun. Shotgun, hey, je shotgun. Ja, maar is deze goed? Ik ken de wapens niet. Hey, hier is de upgrade is trouwens, hè. De pack-a-punt. Wie heeft een pistooltje? Ik weer. Oh, ja, bro. En zullen we dan naast dit kistje hier zo naar de volgende gaan? Het is niet slim dat er echt alleen maar van die wapens zijn. Ja, spend onze money. Jezus, dit is slim. Hé, hey, broskies, als jullie klaar zijn, dan laten we deze portal nemen. Ja, yeah, I'm good. Welke wil je? Ik heb hem geactiveerd, deze hier in de hoek. Harvest. Oké, we gaan nu de derde wave doen, denk ik dan. Let's go. Maar jij hebt een goede shot. Nee, je hebt die shotgun die fucking moet reloaden, Vincent, jongen. Dat is echt... Zijn er maar twee schoten? Oh, dan moeten we weer overleven zijn huis zien. Je ziet die ammo points op de map. Hé, wacht. Auto, wat is dit? Oh, ja, chill, chill. Hey, wat kun je daar kopen? Of hoe kom je daar aan ammo? Ligt daar gewoon op de grond. Gekke ritueel hier, hoor. Hé, wow. Gek ritueel, ja. Boss! Allemaal zombies op. Hé, dit is echt een kutding, want je moet even... Hier, wacht. Ja, jij hebt echt een scheidgun. Je hebt echt een scheidgun. Jongens, ik zit vast boven. Ik kom het checken. Oké, dit wapen is ook echt... Ik ga dit kaken. Wat? Ze zijn allemaal boven, bro. Ja, maat. Dit is echt het meest nutteloos. We moeten nu gaan carryen, denk ik, Mattie. Wat zei jij? Wordt dit de carry-ronde? Wow. Nou, dit wordt de carry-ronde, denk ik. Wow. Ik hoor ze stress hier, hoor. What is going on? Ja, nee, dat werkt niet. Oh, wow! Die man, prachtig, man. Hey, double points! Hey, maar er is nog steeds niemand down, nee. Dat is wel goed. Oh jee, oh jee. Hey, is hey, je moet wel je moet blijven lopen, anders dan zit ik echt vast. Ja. Hey, je kan ook naar het balkon gaan, hè? Het is best wel chill bij het balkon. Waar is het balkon? Gewoon buiten die hut. Oh, ik zie het al, ja. Oh, je kan op het balkon ook naar beneden springen. Er zijn best wel wat ways uit. Nee, ja, maar ze komen ook bij het balkon. Ik sprong naar beneden hier. Oh shit. Oh hey. Shit. Oh, wow. Oh shit. Fuck. Fuck. Oh, het scheelt niet veel. Het scheelt echt niet veel. Pik, waar zijn jullie allemaal? Ik ben beneden, er is helemaal niks meer. Hey, ik ben in mijn eentje hier volgens mij. Ik ben op het balkon, man. Ja, je hoort dat het nu drukker begint te worden. Ja, nu komt de chaos. Iedereen begint een paniek, beetje paniek. Te praten en zo. Runestones pick-up. Zo, ik dacht echt dat ik down ging, man. Oh, we moeten die runestones ergens inleveren in het midden. Echt? Ja. Bij die ik heb er twee. Oh, dat moeten we doen. Oh. Ik heb het door. Waar zijn die dan? Maar ik kom daar niet. Ja, die pak je op als je ze killt. Zijn die boven in het midden? Waar moet je ik heb instant kill, let's go! Ik ga nu depositen. Ice ik heb ze allemaal gedaan. Ja, hoppa, klaar. Easy. Lekker. Oh, lekker hier. Gaan. Ik had er blijkbaar 5 op zak als je die zombies killde. Ja, maar ik wachtte gewoon, dus ik wist het wel. We hebben wel gecarried, man. Ja, dit is concept carry, werkt wel, dat is goed. We zijn hier afgeleid. Oh, we moeten nog meer doen. We moeten naar beneden. Ja, beneden, je moet nog een nieuwe plek moet je inleveren. Wel. Oh shit, ik heb ook nog 2. Wow, hier. Ja, hier. Easy, man. Ik heb het ook easy. Reloaden alles. Misschien moeten we nog een derde doen. Ja, ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook. Oh, hier komen zombies aan die zijn snel. En de vuur. Vuur. Deze zombies zijn heel vuurig. Fire in the booth. Oké, ik heb nog eentje. Hey, die mannen gaan niet meer zo snel dood. Oh, lekker. Ik heb er weer één. Let's go. Ja, klaar. Wij zijn echt zo goed. Ja, we zijn heel goed, man. Oké, okay, zullen we naar die laatste gaan? Ja, laten we naar die laatste gaan. Die gaat bijna dood. Deze hier? Ja, is goed. Laten we deze doen. Dit wapen is gewoon zwaar. Dat is mijn joystick. Jongens, handjes in de lucht. Handjes in de lucht. Veldjes in de lucht. Handjes in de lucht. Let's go, man. Hé, hey, we hebben het bolletje weer, jongen. Ah, we moeten weer inderdaad... Ons grote vriend. Ah, die bol, gaan reizen met de bal. Hey, kijk wat erin zit, trouwens. Een hoofd. Let's go, die shotgun is best wel zwaar, man. Oh, hè? Hij is nog een... Weer shot die, hè? Ja, man. Alleen het reloaden van een shotgun is gewoon echt... Ja, dat ga je nodig. Oké, let's go. Oeh. Ik heb mijn andere wapen erbij. Full power. Jongens, niemand is alleen een hoekie. Yo, we gaan dood. Ik ga dood! Nee bro, hier, carry hem. Bro. Ik carry hem, bro. We need you. Love, man. Ik mag gewoon God schreeuwen, man. Je zat hier in het hoekje. Hey, wie is down? Ik lig down. Fuck, oh, wie is down? Ik ben down. Nee, hey, ik heb monkey, ik heb monkey. Ik gooi in het hoekje. Reviven, waar ben je? Ja. Oh ja. Hier, ga me helpen! Ik ga jou reviven, ja? Dankjewel, ik heb je back. Ik heb je back. Revive. Ik heb je back, ik heb je back. Oh, ik heb je gerevived, bro. Love, man. Love. Oh, dat is wel echt een carry, hoor. Ja, je wordt hier flink gecarried, hoor. Ja. Yeah. Vijf op mijn naam staan, hoor. Ik ben die dokter. Oh, yo. Dokter Knol. Dokter Knol. Hier, klaar ermee. Naar beneden. Ja, dat vind ik wel zo. Je hebt een granaatje daar zo. Ja, we moeten hier doorlopen, man. Dit is een gevaarlijk plek hier. Door. Oh, hier is het ook niet gefijnd, trouwens. Zo. Bro.
mijn grote gun weer reloaden. Fucking brutal hoor je, man. De shotgun is alleen van dichtbij echt fucking. Ja. Nu komen ze niet nog. Ja, hé, hey, we moeten bij dat bolletje blijven, dat gaat niet mee. Maar goed. Wat staat er nou? Het gaat lekker zo, man. Oeh, er komen van die ontploffende zombies. Max ammo, er zat een lichte Max ammo. Heb ik. Oké. Okay. Ik ga. Oh, sorry, ik heb hem, man. Fuck. Ik ben bijna dood. Regen, please. Waar ben je? Oh, daar gaat je down, man. Kijk eens even. Ik neem de bol mee, jongen. Oh, ik heb die power back trouwens. Kut, ik ben... Save me. Ik moet zeggen, het ziet echt wel sick uit. Ik voel het echt, man. En ik vind het ook wel leuk dat dit een soort van andere zombie-stijl is. Ja, deze stijl is wel leuk, hoor. Ja, het is wel leuk, maar ze doen elke keer wat anders. Ik vond de vorige ook wel leuk. Hey bro, ga iets weg. Hey, die ontploft. Zou hij goed kunnen drummen, deze guy? De audacity. Let's go. We zijn er bijna. Empty the clips. Oeh. It's war. De shot die is jouw mattie geworden. Ja, man. Spring. Boom. Spring. We willen altijd graag hier. Spring. Iedereen wil die kills hebben. Die bal moet wel mee. We zijn er. Let's go. Er gaat nog iets gebeuren, bro. Dat kan niet. We zijn klaar nu. Ja. Hoppa. Let's go. Jongens, je bent trots op ons. We kunnen maar wie is er nou down gegaan? Wie is er nou down gegaan? Maar, wie had je back? To your soul. Let's go. En zo. Okay, nou, dan gaan we nu in de helikopter, toch? Ja, waar is de helikopter? Op plein ergens. Bij de fontein. Bij de fontein. Oh, we moeten deze natuurlijk ook nog even overleven. En hij moet er wel snel X vullen. Want als hier. Dit is een top? Of niet? Nee. Ja, ik heb hem. Hier zo, ik doe het. Yes. Okay, allemaal handjes omhoog. Voor die X-fill. Ik ben dood aan het gaan. Je bent niet dood aan het gaan. Waar zijn jullie? Hier zo. We zijn bij de helikopter. Die handje in de lucht. Moeten we ergens, die moet je ergens heen lopen, toch? Oh, moeten we zombies kopen? Telt die af? Ja, hij zombies killen moet nog 60 zombies doden. Okay. En dan pas kunnen we de X-fill gebruiken. Wow, pik! Er zit een zombie die schiet terug! What? Maat! Ja, maat, hij is echt sterk, ik zweer het. Hij moet even revive, hij moet mee, toch? Oh, iemand moet gerieven! Ja, nee, maar kijk uit, die guy is echt raar. Ik kom met een shotgun. Waar is hij dan? Ja, hier, ik lig aan het revive alweer hoor, ik ben die dokter Knol. Ja, dokter Knol. Oh, daar is hij. Ja, pik, hij is eng. Ren. Hij gaat dood. Je hebt die special toch? Ik ben down. I'm fucking down. Let's go, man. Wat een loser. Ben je down? Ja, man. Wacht, hier, ik heb een aapje. Ja, gooi die aap, gooi die aap. Wat is dit? Legendary. Top. Nee, top. Laugh. Oh my god. Zombies worden echt moeilijk. Maar moeten we die mannetje nou killen? Anders ga ik weg, man. Oh shit, ik word omsingeld! Wow! Dus die guy is er weer. Ik ben down. Die guy, je moet aanpassen voor die gasten, die killen je in één keer. Ik ben down. Ga niet goed, man. Hey, iedereen gaat dood, of niet? Ga niet goed, man. Niet nu, toch? Ik ben ook down. Niet nu, toch? Hey, ik ben ook down. Nee. Hey, don't go down! Wat doen jullie down? Wow, hoezo krijgen we zoveel zombies? Ja, dat is bij het X-fill, is lastig. Pik. Wow, dat is pik. Er lopen ook nu twee van die gasten. Ja, ik ben aan het. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Lekker gaan. Pik. Dit staat helemaal nergens op. Pik, dit staat helemaal nergens op die dingen. Ik zoek iets. Nou ja, het houdt op. Nou, lekker hoort. Yes. Oh. Mattie, het is. Ik heb no ammo ook. We komen nu allemaal. Hier lig ik. Ik moet dit hebben. Rest mij. Wat is dat? Huh? Mattie, carry on! Maar ik weet niet of ik weg ga gaan zonder jullie. Ja, tuurlijk wel! Jawel, snel! Escape into the portal! Het is genoeg! Oh, nee, nee. Hé, hey, maar mijn scherm is uitgevallen. Ja, jij was te goed. Zijn scherm is uitgevallen. Ik dacht, carry on! Hé, maar wat is dit? Zijn scherm is uitgevallen. Hé, maar midden in die carry challenge! Anders hadden we gewonnen, 100%. Hebben ze al pauze gezet? Wie heeft mij gefraudeerd hier, ook? Hé, maar zo wil je niet doodgaan, toch? Nee, dit was niet eerlijk. Dit is bruut. Ik vond dat je het goed had gedaan. Blijkt dat iemand van productie
op een kabel is gaan staan of er overheen is gepleurd. En dan valt mijn tv gewoon uit hierop. Iemand zit op jou te snipen. Ja, no. Ze zei al van ja, deze challenge die halen jullie nooit. Maar halen anders, jullie nooit. Dat was gepland. Dat was anders gepland. Hadden we makkelijk gewonnen. Ja, man. Daar houden we gewoon in, dus, toch? We houden er eer bij onszelf. Ik had nog een personal reviver. Ik zou het daarom, gewoon... daarom. Het is wat het is. Ik heb in ieder geval genoten van de zombie vibe. Dat was leuk. Wij allemaal. Oprecht, man. Dat was leuk. Jullie gaan deze special guest nog terugzien in de volgende challenges. Er komen ook nog andere special guests. Dus houd het in de gaten. Dat wordt tof, jongen. Hey, abonneer, liken en de hele week nog content. Ik hoop dat jullie het woord hebben gezien trouwens. Wees scherp, hè, want PlayStation 5, die wil je winnen. Ik doe ook mee. Jij mag nu doei zeggen. Vincent mocht toch doei zeggen? Jij mag doei zeggen, Vincent, natuurlijk. Doei! Hey, was goed. Ja, was mooi. Dat is mooi. Nice.